voor kattenkwaad. Ik dacht, ik gooi er een keer een beetje pit in. Volgens mij bestaat kattenkwaad al 100 jaar. Ik heb vroeger ook heel veel kattenkwaad uitgehaald. Lekker belletje lellen of mensen nat schieten met waterpistolen. Of een neptrol maken, op de stoep leggen en wachten tot er iemand in gaat staan. Nou, wat ook een gouden ouwe is, is de truc met de portemonnee. Wat je dan het beste kan doen, is een portemonnee aan een onzichtbaar draadje op de straat leggen. Zoals hier in een winkelstraat. En dan wachten tot iemand die portemonnee op gaat rapen. Moet je wel zorgen dat je touwtje lang genoeg is. Dat je zelf achter een boom of een struik kan gaan zitten. En dan heb je gegarandeerd een leuke middag. Want iedereen gaat natuurlijk proberen om die portemonnee op te rapen. Wat ook een hele goeie is, is de volgende truc. Met het muntje. 2 euro muntje. Tape je erop aan de achterkant en dan vastplakken op straat. Kijk even mee. Moet je wel zorgen dat het hele goede dubbelzijdige tape is. En dan maar wachten tot iemand het op gaat rapen. Want ze kunnen het natuurlijk nooit eraf krijgen. Even kijken of er iemand zo gek is. Oh, kijk. Dat lukt dus natuurlijk niet. Supergoed.